Wurgne-razzia, ook bekend als kruisridder of Johanniter kasteel, ligt aan de ingang van de Mandrakihaven, de haven van de stad Kos. De buitenste ring, ook wel het buitenfort genoemd, is gebouwd met stenen van de ruïnes van Asclepion. Tot de 20e eeuw lag dit kasteel op een klein eiland voor de stad Kos en was met een brug met de stad verbonden. Al voor de komst van de kruisridders lag hier al een kleine vesting die de haven beschermde en was gebouwd door de Venetianen. Het wordt dan ook wel een Venetiaanse burcht genoemd en bestaat uit meerdere verdedigingsringen. Het wordt op de hoeken door vier ronde torens afgebakend en het geheel wordt door een gracht omgeven waarover weer een brug werd aangelegd. Na een aantal zware aanvallen en een aardbeving werd aan het einde van de 15e eeuw de grote buitenste ring gebouwd. Deze buitenring werd gebouwd om aan de toenemende dreiging van het Osmaanse Rijk het hoofd te kunnen bieden. De meest zuidoostelijke verdedigingstoren van de binnenste ring is verbonden met de grotere buitenste ring. Deze buitenste verdedigingsmuur werd meteen voorzien van kantelen en schietgaten en op de hoeken werden zware verdedigingstorens gebouwd. Ook door de komst van het buskruid in het oorlogvoeren werd het fort op onderdelen aangepast en verbeterd. Ondanks deze aanpassingen werd begin 19e eeuw een groot deel van de burg beschadigd door een ontploffing van het kruidmagazijn. Het oudst bewaard gebleven deel van de burg is de ronde toren links van de binnenste ring. Hier zijn de wapens te vinden van de grootmeesters van de orde, de lastik en de milie. Tijdens de Italiaanse overheersing van het eiland werd het kasteel gerestaureerd en werden de Turkse invloeden verwijderd om het middeleeuwse karakter van de burg te benadrukken. Overal in de vesting liggen oude brokken van het bouwwerk, tussen bloeiende bomen en woekerend wild gras. Talrijk zijn delen van afgebroken zuilen en de resten van Hellenistische ronde grafmonumenten en devotietafels. Vele zijn versierd met girlandes en stierenkoppen in steenwerk. Vanaf de burg heeft men een mooi uitzicht over de haven en de oude binnenstad.